Beste collega's, studenten, vorig jaar toen ik langskwam langs de faculteit en met u sprak over ons strategisch plan, beloofde ik in een onbewaakt ogenblik dat ik het jaar daarna opnieuw langs zou komen. Dat is nu zover. Tussen 11 mei en 9 juni kom ik opnieuw langs alle faculteiten om hier met u over te spreken. En waar zullen we het dan over hebben? In de eerste plaats over het onderwijs, waar we hebben gezien dat de invoering van het BSA, dat veel inspanning heeft gekost, ook heeft geleid tot een duidelijke verbetering van de resultaten van de studenten. Dit jaar staan we voor de uitdaging om de basiskwalificatie onderwijs in te voeren. Als we kijken naar het onderzoek, en dat heb ik vanochtend net maar eens weer gedaan, kunnen we zien dat in het jaar 2010 het aantal publicaties van de Rijksuniversiteit Groningen sterk is toegenomen van de jaren daarvoor ongeveer 2500 per jaar tot plotseling 3100 in dat jaar. En dan zouden we ons zorgen kunnen maken over de kwaliteit daarvan, maar dan is te zien dat ook de kwaliteit in vergelijking met andere universiteiten in het land ook duidelijk beter is geworden. Een van de doelen die wij ons gesteld hadden in ons strategisch plan was om onze beloften in het programma Vrouwen naar de Top ook waar te maken. En dat betrof dat wij in 2010 een target van 17% vrouwelijke hoogleraren zouden halen. En inderdaad hebben we die target gehaald. Wij hebben nu op dit moment meer dan 17% vrouwelijke hoogleraren en zijn daarmee de universiteit in Nederland met het hoogste percentage vrouwelijke hoogleraren geworden. En dan zijn we ook tevreden als werknemers in onze eigen tevredenheidsenquête, maar ook in Incompany en Intermediair bleek dat de medewerkers van de universiteit tevredener waren dan in het verleden en in sommige gevallen zelfs de meest tevredenen van het land. Ook onze studenten waren in de studentenenquêtes tevredener dan in de jaren daarvoor. Ten slotte natuurlijk de grootste uitdaging. En daar gaan we het met z'n allen ook over hebben. Hoe houden wij een dergelijke toename in onze prestatie vol in tijden waarin de overheid ons minder inkomsten zal verschaffen? Kortom, hoe krijgen wij het voor elkaar om met z'n allen toch voldoende geld binnen te brengen om deze goede prestaties vol te houden? Ik zie u graag op de bijeenkomst op uw faculteit, ergens tussen 11 mei en 9 juni, om met mij en de decaan te spreken over wat tot nu toe is bereikt en wat wij in het komende jaar hopen te bereiken.